Welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Jan Houthuis. Jan de Hoop gaat op bezoek bij mensen die op een bijzondere plek wonen in onze provincie. Wat heerlijk. En we brengen je op de hoogte van de actuele stand van zaken op de Gelderse huizenmarkt. Straks gaat Jan naar Lent. Daar vind je het grootste strogebouw van Nederland. Vorige week zagen we hoe Jan in Twello huis Duistervoorde verkende. Het rijksmonumentale huis begon ooit als een kasteel, rond 1350. En nu is het onder andere een B&B. Suzanne Lammers is naast eigenaresse ook algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Geen wonder dus dat ze alles weet van de rijke geschiedenis van dit prachtige huis. In deel 2 daalt Jan onder andere af in de krochten van het pand. Maar eerst wordt de tuin verkend. Ja. Maar dit is onze Lourdesgrot. Dit is de Lourdesgrot? Ja. Ja. Ja, dat is mijn grote geluk. Hè? Ja. Ik heb mijn jeugd in Limburg doorgebracht. Ja. In Weert. En in Weert, de grote kerk in Weert, was de Martinuskerk. Ja. Ik woon nu weer onder de Martinuskerk. Ja, een enorme kerk. En ik heb een Lourdesgrot in de tuin. Ja, dus voor alle gelegenheden waar ik kaarsjes wil branden... heb ik mijn eigen Lourdesgrot. En wat is het verhaal hierachter? Want wij zijn eens in Lourdes echt geweest. Daar heb je zo'n karavaan van mensen op blankaars die op genezing hopen. Is dat hier ook? Niet in die omvang gelukkig. Nee. Maar dit is een geschenk geweest van de heer Konijn en kinderen uit de Beemster. Ja. Wier dochter Alida was ingetreden in het klooster. Ah, ja. En in 1908 heeft hij die God geschonken met Maria... met Bernadette. Het is, Bernadette kan ook naar Maria kijken. Hè? Ja. Dus er is echt gewoon zo'n... Een zichtlijn gemaakt. Ze heeft echt een zichtlijn, zodat ze dus die verschijning daadwerkelijk kan zien. Ja. Nou, is dat een beeld van Maria? Maar jij woont hier? Ja, het is ook het god van enig aanzien. Hè? Want dat steentje onder Maria zie je in dat marmeren plaatje met dat steentje... Ja. En dat steentje, dat komt uit Lourdes. Ah, kijk. En als je een steentje dus, uit Lourdes eigenlijk. Hebt... Het is een filiaal. Precies. Ja. Dan heb je een Lourdesgrot van enig aanzien. En voel je wel eens wat hier? Nou, nee. Behalve dan dat er wel heel veel mensen voor komen. Ja. Dus er zijn mensen die echt gewoon alle Lourdesgrotten bezoeken die er zijn. Er zijn mensen uit het dorp die gewoon nieuwsgierig zijn. Want het hek staat open, Het hek is open, dus je kunt kijken. Er komen fietsers en wandelaars. Maar er komen ook mensen die toch het fijn vinden om hier even te mogen bidden. Ja, ja, ja. Of die een kaarsje willen aansteken voor iemand. Nu ga je echt gewoon een beetje terug in de tijd. Hè? Ja. Dus je voelt aan de trap hoe die treden uitgesleten zijn, hoe oud het is. Want hoe oud is het? Het huis is uit 1350 dus en je komt nu op een middeleeuwse natuurstenen vloer uit. Dit is Rode Wezer uit de middeleeuwen. Ja, dus we staan op geschiedenis. Ja. Geen vloerverwarming, neem ik aan. Nee, dat soort dingen hadden ze in die tijd niet. Lekker koel hier. Heerlijk, hè? Ja. Dus, hier sta je dan te koken? Ja, dit is mijn keuken. Hier bak je de eitjes voor de bed and breakfast 's ochtends? Ja, hier bak ik eitjes, hier maak ik jam. Hier maak ik taarten. Hier doen we alles. Dat, ja, ook hier lekker ontbijten hier samen. Klopt, we hebben afgelopen tijd veel gasten gehad. Ja, toen het nog geen zomer was. En die ontbijten dan in de keuken. Oh, die ontbijten gezellig hier. Ja, ja. Het is natuurlijk een hele fijne, knusse plek om te ontbijten. Ik heb het van de week eerder gezegd, maar een beetje juffrouw Saartje keuken. Ja. Ja, het is eigenlijk upstairs, downstairs. Ook, ja. Alleen zijn wij tegenwoordig zowel upstairs als downstairs. Het is geen bel meer. Dat nee, dat doen we gewoon allemaal zelf. Ja. 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 Ik volg trouw. Ben je volgzaam? Ja, ik heb thuis niks te vertellen, dus dat zegt eigenlijk alles. Dit zijn oude middeleeuwse muren. Ja, dit zijn de oude middeleeuwse muren. Dit is Rode Wezer, dus natuursteen uit de middeleeuwen op de vloer. Ja. En dit is, zeg ik altijd, dit is nou prefab uit de middeleeuwen. Ja. Dus in Bentheim, in de steengroeven, werden dit soort pilaren uit de zandsteengroeven gehakt.
En door de eeuwen heen is dit als een kelder in gebruik geweest. Er heeft hier iets van een appel- en een aardappelhok gezeten. De vraag is natuurlijk voor ons vooral, daar willen we onderzoek naar laten doen. Wat heeft daar nou in de hoek gezeten? Ja. De een zegt, oh, dat was een waterput. Maar ja, het is best een gekke plek daarvoor. Het verhaal hier in het dorp is dat dat een vluchtgang, het begin van een vluchtgang was. Vanuit het idee dat dat kasteeltje wat in het water stond, als dat belegerd werd, dat je dan altijd ergens eruit moest kunnen. Ja. Dus, maar goed, ja, dat weet ik niet. Nee. Hier hebben we een pekelbad. Voor vlees te zouten. Voor vlees en groenten en om van alles te conserveren. Ja. Ja. En ja, in die kelder weer een deur. Ja. Hebben we de wijnkelder, dus daar... Daar zit mijn man. Hallo. 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 Hallo, dag Jan. Je zit hier al een tijdje. Hallo, Bert. Dag Bert. Ja. Dit is jouw domein. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Letterlijk en figuurlijk, wat zo noem je dat bij wijn, hè? Een domein. Ja, ja. Je hebt een wijngaard, hè? Ik heb zelf een wijngaard in Lunteren, samen met een aantal vrienden. Groot? Nee, het is 500 stokken. Dus, ja, hoeveel flesjes doe je dan? Als we het heel goed zouden doen, 500 flessen. Nou, dat is best heel. Maar veel verder dan de helft komen we meestal niet. Nee, het is meer... het is echt hobby. Echt voor de gezelligheid, ja. En dit is dan het resultaat? Nou, dat is die rij. Dat is allemaal eigen wijn. Dat stukje daar? Ja. En hoe gaat dat dan? Die maken jullie zelf? Ja, we doen alles zelf. Dus in de wijn gaat alles zelf. Ja. We oogsten zelf en we maken ook zelf de wijn. Ja. Dus... alles zelf. En wat voor soort wijn is dat dan? We hebben één soort wit, Solaris, en twee soorten rood, waaronder Pinotin. Ja, Solaris maar dan is de druif, meestal... Solaris is de druif. Ja, dat is witte wijn. En van de rode druiven maken we meestal rosé. Ja, ja. Dus, we hebben een paar weken geleden gebotteld. Dus, dit is een nieuwe? Dat is 2021. Dat staat erop, ja. Ja. Dus, we hebben geen etiketten, want we hebben het alleen voor onszelf. Dus, ja, jullie drinken die 250 flessen zelf op? Verdelen we met z'n flessen vieren. En we geven een keer een flesje weg. Nou durf ik het bijna niet te vragen, maar moeten we niet een slokje proeven? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd hoe jouw wijn smaakt. Ja, het is midden op de dag, zeg ik maar even voor de kijkers. Dus dat het kan kunnen zijn we doen. Dat hierna alles wazig wordt, maar... Ik heb heel veel Duitse wijnen. Ja. Dat is allemaal Duits. En... Ja, maar jouw eigen wijn natuurlijk. Wil je die echt wel proeven? Ja. Ja? Niet verstandig? Dan gaan we doen. Dan gaan we een rosé proeven. Ja. Maar dan neem ik ook een Pinot Gris uit de Elzas mee. Want ik weet dat jij daarvan houdt. Ja, daar hou ik van. Ja. 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 Gaan we nu aan de zelfgebottelde en geperste wijn. Dit is een rozeetje. Dit, uit de dit is de rosé. Het is mooi helder, hè? Pinotin, Cabernet Noir. Oh, ja. Het vindt ook wel een mooie zomer. Het ruikt ook lekker. En dan met een aardbeien. En zo sluiten Jan, Suzanne en Bert op gepaste wijze dit bezoek. In Twello is het nog hoogzomer, maar de winter komt er alweer bijna aan. Onze experts praten ons bij over de nu zo actuele energietransitie. Wat meespeelt in de woningmarkt en wat een paar weken geleden helemaal nog geen hot item was, is hoe energiezuinig is de nieuwe woning? En hoe energiezuinig kan ik hem maken? Want dat is heel serieus. Of je nou een woning gaat huren of kopen, je zit altijd met energieverbruik. En koop je de ene woning niet omdat die een energielabel E heeft, maar koop je die nieuwbouwwoning die een energielabel A heeft, dan zit daar misschien voor hetzelfde woonoppervlakte wel 60.000 of 70.000 euro koopsomverschil in. Of bij huurwoningen misschien wel 200 of 300 euro huur per maand. Dus onderaan de streep zijn mensen altijd een beetje hetzelfde kwijt. Dat je nu wel ziet dat die energielabels goed worden opgenomen. Dat mensen weten hoe energiezuinig die woning echt is. Er is echt naar gekeken door een deskundige. Het is niet meer. Dat zorgt er nu wel voor dat label ook gewoon waarde gaat krijgen. En dat hadden we wel nodig om dat meetbaar ook te krijgen in de markt. Eerder was dat is goed verduurzaamd. En eerder was iedere woning was voorzien van dubbel glas. Maar welk dubbelglas? Is dat 3 jaar geleden geplaatst of is dat van 1972, het eerste dubbelglas wat we kenden? We moeten in Nederland verduurzamen.
Dus het is goed dat er minder energie, fossiele energie verbruikt wordt. Maar mensen hebben eenmaal een basisbehoefte voor energie. De woningen die ouder zijn, dus 1900, steens buitenmuren, slecht geïsoleerd. Dat is prima, zodra die woning nog, als hij een goede uitstraling heeft en een hoog afwerkingsniveau, dan gaat dat goed. Maar zodra het gewoon een oud pand is met een laag dan zie je dat echt de prijzen daar echt onder druk komen te staan. Dat de consument dat ook echt wel meeneemt in zijn afweging van is er een interessante woning of niet. Wij zeggen altijd tijdens een bezichtiging, we kijken waar de zonnepanelen kunnen, hoeveel, wat de kosten daarvan zijn. Iedereen roept gelijk nu, we willen een warmtepomp, we willen dit, we willen dat. Ja, weet je, je kan je hele huis wel energiezuinig maken. Begin eerst eens bij één ding en dan bij een tweede. We geven ook altijd het advies, laat een energieadviseur komen, dat hij eens door het huis loopt. Neem het eens met hem door, wat kan. Maar je kan niet een huis uit 1970 helemaal potdicht maken. Gaat niet. Er is ook niemand meer die vraagt wat is het voorschot van de huidige eigenaar. Nee, iedereen vraagt hoeveel kuub wordt er verbruikt. Dan zie je nu echt al een hele verandering. Niemand is meer eerder vroeg wat betalen ze ongeveer in de maand. Maar nu zeggen we hoeveel verstook je in de maand. Want ik moest op een nieuw energiecontract afsluiten voor deze woning. Dus ik wil weten wat het verbruik is en niet meer wat jij betaalt. Dat vind ik niet zo interessant. We moeten met z'n allen naar een oplossing toe. Dat we zoveel mogelijk op een goede wijze energie opwekken. Alleen we moeten daar niet de rekening van volledig bij de consument leggen. Want die kunnen dat straks gewoon niet meer betalen. Jan is op bezoek in Lent, bij IWAN. Daar vind je het grootste strogebouw van Nederland. Hallo. Hi. Hartelijk. Hallo. 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 Ik ben Jan. Ik ben Monica. Ja, dat is gezellig. En wat hebben jullie, om maar met de deur in huis te vallen, bijzondere brievenbussen? Ja. Wat is het verhaal daarbij? Nou, wij hebben over het hele huis hebben we zelf overlegd met de aannemer hoe alles zou gaan worden. Ja. En met de woningcorporatie Thalis. Ja. En toen op een gegeven moment bleken postvakjes heel duur en heel lelijk te zijn. En toen zeiden we, nou, haal ze maar uit de begroting, dan maken we ze wel zelf. Ik zie het, zeg. Ja. Ja. Welk is van jullie? Welk stukje huisvleit? Dat stukje huisfluit is van mij. Dat is werkelijk prachtig. Ja. Deze. Ja. Oh, je hebt niet heel erg je best gedaan. Nee, maar hier Marinienke heeft wel heel erg best gedaan. Dat is, Nou, wat hebben we hier staan? Oh ja, dit zijn onze, dit zijn groentepakketten. We zijn zijn afleverpunt voor groentepakketten van tuinders uit de buurt. Twee verschillende tuinderijen. En die brengen jullie de spullen? Ja, die worden hier afgeleverd en die zijn voor bewoners en ook een aantal mensen die hier in de buurt wonen. En waarom niet bij de supermarkt? Omdat dit allemaal zo lokaal mogelijk is en biologisch. En bij de supermarkt hier heb je toch een stuk minder keuze in biologisch. En lekkerder ook waarschijnlijk. En lekkerder, zeker. Ja, ik zie hier nog iets verontrustends, als we even hier naartoe kunnen. 112 is kapot. Besturen jullie dat hier? Kom maar hierheen hoor. Nee, dit is huis nummer 112. Oh, gelukkig. En die zijn aan het klussen, dus die willen heel veel spullen. Ligt daar. Maar met 112 is niks aan de hand. Nee, 112 is... Dan kunnen we verder. Ja. Dit complex met 24 sociale huurwoningen, waar 54 mensen wonen, opgetrokken uit stro, leem en hout, laat zien dat duurzaam bouwen niet alleen mogelijk is voor hoge inkomens. Marinienke Zijlstra en Hanneke Belt droomden al sinds 2009 over duurzaam en gemeenschappelijk leven. We hebben hier ook een modelmuur. Oh, dit is de muur. Ja. Het model van de muur althans. Ja. Ach, wat goed. Ja. Ja. En dat is hout met stro. Ja, dus een houten skelet. Het zit heel stevig in elkaar. En dan het houten skelet wordt opgevuld met strobalen. Ja. En ja, dit zijn eigenlijk gewoon strobalen zoals ze van het land komen, dus... Ja, natuurlijker gaat het niet, onbewerkter gaat het niet, zeg maar. Dus er zit geen toeslagstof in. En het is praktisch in de zin van dat je met dit pakket gewoon een hele goede isolatiewaarde behaalt.
En een heel prettig leefklimaat, ja, omdat het ademend is. En heel brandbaar, denk ik. En je hebt dus... Oh, ja, heel brandbaar. Nee. Nee. Het voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Ja. En het is, omdat het stro zo stevig geperst is, brandt het juist helemaal niet. Oké. Ja. En het is ook nog afgewerkt met leem. Dus dat is, zie je hier, dat is echt een stukje uit de muur. Ja. Dus dat is een flinke laag leem. En leem werkt heel erg brandvertragend. Ja. Maar ook zo'n strobaal. We hebben tijdens de bouw wel eens een strobaal op het kampvuur gegooid. En de brand ging uit. Ja, zo, dus, volkomen veilig. Ja, ja. Een hele geruststelling. Ja. Ja. En je hebt dus maar heel weinig materiaal nodig, wou ik maar even zeggen. Kijk, er is OSB-plaat. Ja, wat is OSB-plaat? Dat is dit. Ik ben een niet-klusser. Dit is gelijmd hout. Gelijmd hout, ja. Ja. En dan heb je dus deze bekisting en stro. En dan zitten er 4 lagen leem op. Ja. En dat is alles qua materiaal. Dus waar die hier nu staan, die muur daar, is dus deze constructie. Ja. Nou, dames. Wat is dit voor ruimte? Dit is de gemeenschappelijke huiskamer. Ja. Waar mensen kunnen afspreken voor als ze overleg hebben met een werkgroep, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. En hierachter zitten de logeerkamers. Logeerkamer? Jullie hebben ook logeerkamer? Ja. Ah, kijk. Voor, ja, nou, we gaan overal naar binnen, hè, toch? Ja. Ja. Oh, de logeer... ja, er zijn dus logeers. Ik wil zeggen, er ligt dus iemand in bed volgens mij, maar het valt mee. Ja, maar we kunnen nu niet naar binnen, want er zijn logeers. Ach, dan staat het hier... Ja. Ja. En hier is de badkamer. Oh, ja. Het is de enige badkamer in het hele huis. Ja. Die kan door iedereen gebruikt worden. Oh, dus iedereen heeft zijn eigen douche. Ja. Maar echt een bad, dat is dan hier. Alle bewoners hebben 1 bad. Ja. Ja. We wonen hier met 54 mensen, hadden we volgens mij nog niet gezegd. Dus inclusief kinderen. Dus we hebben 25 wooneenheden. En iedereen heeft gewoon zijn eigen woonruimte, zeg maar. Ja. We hebben ook met een aantal faciliteiten. Ja, maar we hebben ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Dus dat is het gemeenschappelijke gedeelte van Iwan. En de gemeenschappelijke tuin waar we nu naartoe gaan. Ja. De tuin. Het ruikt lekker. Ja. Ja. Wat ruik ik eigenlijk? Is het bloemen? Ja, alles door elkaar, alles, denk ik. Alles door elkaar. Natuur. We ruiken. Vertel eens wat over de tuin. Nou, we hebben hier dus... dit is een gemeenschappelijke tuin. We proberen dat struiken bijvoorbeeld eetbaar zijn. Dit is een mispelboom. Ja. Ja. Is dat een mispelboom? Ja, dat is een mispelboom. Dit is een vlier. Dat is een vlier. Ja. We hebben druiven. Wat is voor de vlierbessen dan? Druiven, kiwibessen. Oh ja, dat gaat zo. De druiven gaan tegen het gebouw op. Ja, in de zomer hebben we ook ontzettend veel druiven. Ah ja, ja. Ja. Lekker. Het uitzicht op het huis is prachtig, hè? Ja. Heel bijzonder. En hier staat bijvoorbeeld nog kardoen. Dat kan je ook eten, kardoen. Kardoen? Ja, dat is een plant die de Romeinen al aten. Ja. Die je nu in Italië nog wel in de groentewinkel kan kopen. Naar? Nou, het smaakt naar artisjok. Artisjok. Ja. En het ziet eruit als, als bleekselderij. Ja. Ja. En jullie hebben een vijver hier? Ja, dat klopt. Er is hier een vijver en die staat voor ons helofietenfilter. Wat is dat? Dat is een rietfilter. Ja? Wij zuiveren ons eigen afvalwater. Okay. En we zijn ook niet aangesloten op het riool. Dus dat wordt allemaal door dat filter gedaan. Maar ook wat uit het toilet komt, gaat hierin? Ja. Niet in de vijver. Nee, dus. Maar in het systeem. Ja, in het systeem. Ja. En dat werkt op basis van bacteriën die in de wortels van de rietplanten leven. Okay. En dat betekent dus ook dat we niet zomaar alles door de wc kunnen spoelen. Nee. Want die bacteriën die moeten wel blijven leven. Wat kan er dan niet doorheen? Dat vraag ik me af. Bijvoorbeeld chloor. Oh, nee, schoonmaak. Schoonmaakmiddel. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Je kan wel gewoon... Je mag wel gewoon naar de wc gaan. Ja, dat wel. Ja, ja. Ik denk, ik vraag het maar even. Ja. Dus, een gekke opmerking, maar je ruikt er helemaal niks van. Nee, dat klopt. Nee, dus er zit een grindlaag overheen en daaronder zitten de buizen. En uit die buizen, daar komt het vuile water uit. Dus dat zit eigenlijk afgedekt. Ja, ja. En dat gebeurt ook maar af en toe dat dat uitgestoten wordt, zeg maar. Oké. Okay. Ja. En als het water dan gezuiverd is, dan is het zo schoon dat we het op de oppervlakte mogen lozen. Ja. Maar wij pompen het weer terug naar de toiletten. Dus over onze toiletten niet door te spoelen met drinkwater. Ja, het systeem onderhoudt zichzelf. Ja. Wat hebben we hier? De kleine wiel. Dit is onze grote gemeenschappelijke ruimte. Dus we gebruiken hem zelf om te vergaderen of af en toe een feestje te vieren. Maar we stellen hem ook ter beschikking aan de buurt. Dus de buurt kan hier... Mensen uit de omgeving. Ja, bijvoorbeeld ook vergaderen. En er zijn heel veel workshops en
cursussen die we hier geven. Wat is het meest bijzondere dat hier ooit gebeurd is? Een acrobatiekvoorstelling allemaal acrobaten die ineens langskwamen uit Latijns-Amerika. Die kwamen hier terecht. Ja, die waren op tour. Dat weet ik. Nou, er wonen hier meer acrobaten, dus ik denk gewoon via. Ja. En ze hadden het 's ochtends gezegd en 's avonds stond het hier helemaal vol, want iedereen wou het zien. Volgende week kijken we verder in Lent en zien we hoe Jan huishoudt. En gaan we naar Kasteel Vorden, het privé-eigendom van Karin en Jos. Voor Karin was het een droom om ooit in een kasteel te wonen. Maar ze is beslist geen prinses op de ert. Het is hard werken. En met de huidige energieprijzen wordt het een koude winter. En Jan kan het weer niet laten om overal aan te zitten. Maar dan zie ik die kreukels in dat bed, want ik zie alles. En dan denk ik, volgens mij is daar iemand. Ja, Jan, dat bedoel ik dus, hè. Dat gebeurt. Ja? Is toch heel? Ja, ik pak even een doekje voor de bloem. Bij de buurt altijd doekjes. Tot volgende week.